En welkom terug, dames en heren, bij weer een lekkere pandapunten video. Vandaag heb ik toevallig deze game ontdekt. Voor zover dat ik het begrijp, ben je een owner en jij moet een appartement maken zodat de huurders er kunnen inwonen. Dat is alles wat ik weet. Ik heb het eigenlijk niet goed bekeken. Ik heb natuurlijk ook het coole ventje gekozen. Stay cool, hell yeah. Dat is wat ik altijd zei toen dat ik, toen dat ik met mijn vrienden wegging. Waar zal ik eens een huisje willen nemen? In het gebied waar ik kan, in het gebied waar ik niet kan, of in het gebied waar ik, wat nog niet eens is afgemaakt. Graag in zee, dank u, om hier in die ballon. Ik ben een klusjesman! Ja! Hakken en zagen! Oh nee! Typisch Amerikaans! Hoe kunnen nu zo fucking leven? Goed, allee, op zoek. Schuren! Schuren met die man! Blijven schuren, jongens! Eerst zullen de bankjes een keer fixen. Even met een schroevendraaier wat aan draaien en dat zal dan wel proper zijn. Restore! dat was de koelkast. Ah, ik dacht dat dat een gewone kast was. Ik kan dat verkopen. Ja, doe maar. Maar dan moet ik er waarschijnlijk nog iets putsen, hè? Moet ik dan nog iets kopen? Of kan ik gewoon die mens gewoon zo laten? Maar dan... ik heb een paar keer erop gesmeerd, dat was het. Goed, dus ik heb graag een rekening van 5000 euro. Ik heb jouw bank gerepareerd. Ik heb jouw frigo gerepareerd. Ik heb één muur gedaan en ik heb jouw douche verkocht. Okay. Ik zie dat aan de mens met smaak is. Zelfs in de douche. Ik zal zelf wel bepalen dat dat grijs is. Als interieurarchitect zal ik toch wel weten wat beter is voor jouw muurtje. Alsjeblieft, je mond houden, je achterba. Stop met klagen, oké? Zal ik wel? Ik weet toch hoe ik het moet doen? Anders doe jij het! Gewoon voor het raam. Iedereen kan zien dat hij aan het douchen is. Oké, okay, laat maar. Job well done! Moest je vragen laminaat? Ja hoor! Een lekker muurtje. Het toiletpapier. Een douchecabine. Man, jullie willen veel! Tot de kolonel van moeten de mensen er leefbaar in kunnen wandelen? Want dan doe ik gewoon dit. Waarom moet ik zo stollen? Als je dus ooit advies nodig hebt, bel mij maar of ik zal je wel helpen. Doe liever de job. Is dat goed, jongen? Ja, ja, is wel wat ik. Ik had wel een papiertje. Review. Floors is maar een 4! But sexy panda actually knows how to renovate. Zo moet dat, jongen. What the hell is een wooden carpet? Als je dus ooit advies nodig hebt, bel mij maar of ik zal je wel helpen. Lekker bruin. Alles is ook bruin in dit appartement. Wat wil je wel een bedje, waar? Een single bedje? Ah, dat is van zielig. Ik geef jou wel een dubbel bedje. What the hell?
Oh, de Wii! Ja, dat is wel een leuk spelletje. Dat wil ze zelfs niet. Achterbakse mens. Is allemaal niet goed. Doe het dan lekker zelf. Ik ben pandapunten. Weet je wel wat ik allemaal kan doen? Ik kan jou gewoon het huis uitsturen. Wat moeten we hier nou weer doen? Moet het niet beter zelf doen als ik het allemaal beter weet? Dat is lekker groen. Het past eigenlijk nog wel. Oh man. Ik heb mij, ik amuseer mij hier veel te goed mee. Jij slaapt aan deze kant. En jij slaapt aan deze kant. Een modern deskje natuurlijk, wat zijn moderne mensen hier? Oei, een stoeltje waarschijnlijk. We geven dit man een lukken... Oh, een pandatje! Ja, die wil ik maken! Dumbbells? Wat is een dumbbell? Als je dus ooit advies nodig hebt, bel mij maar of ik zal je wel helpen. Oh, dumbbells! Oh! Mijn buren moet echt denken dat ik gek ben. Ze vindt het toch wel leuk hoor. Oh ja! Oh wow, boekjes! Oh nou, ik moet met deze man trouwen. Get the job done? Ze zijn allemaal niet tevreden. Nog zoveel met die. Ja, oh, ga verdomme, als je het dan zelf niet wilt, doe het dan lekker Peter zelf. Experiment. Bedroom is... Ah, oh, ja. Mijn vriendin zegt al dat ik goed in bed ben. Dus... En de kitchen. Perfect, jongen. Perfect. De keuken, man. Daar ben ik wel goed in. Oké, een lekker bedje. Een cornerbedje. Kijk eens, deze man. Deze man krijgt zoveel van mij. Ik kan het niet geloven. Goed, we hebben wat apparatuur nodig. En van... Ik kan de rest al niet meer betalen. Oh man. Dan hangen we maar aan de andere kant. Dream big. Work hard, player. Ik kan niks meer betalen. jullie willen tiles? Dan krijg je tiles. Het is lelijk, maar het maakt niet uit. Dat is nu gewoon een deel verkoop van jouw meubel. Van, het is een slechte ding. Doe het dan, godverdomme. Kut zelf, jongen. Ik ben zo beu dat iedereen zegt... Wil jij Matthias nu een specifiek spel zien spelen? Laat dit dan achter in de comments.